Deze donderpreek. Die gaat over de Jezuïeten. En hun beeld. wat ze naar ons uh, ja, schetsen, wat ze voorhouden. En dat beeld wat ze ons voorhouden, dat is hun. Theater. Zij hebben de media in handen. En wij worden overspoeld met. lulkoek. Zo erg dat daar waar ik werk. dat zo'n gozer zat te kijken. Ik mag hem wel. Hè? Naar tv en ik kom er langs met mijn stofzuiger en ik zeg: een beetje leunen en een beetje praatje maken. En ik irriteerde me aan die tv. En dat zei ik tegen hem. Want ik vind het slecht waar je naar zit te kijken. En hij zei tegen mij: Ja, dat klopt. Dat is slecht. En hij. Zij erachteraan van ja. En dan te bedenken dat heel veel kinderen hiernaar kijken. Want dit is slecht dit kan niet. Als je dus zitting neemt in de net als een Neo in die stoel, hè? En dat je dan zo'n koptelefoon opkrijgt of zo. Dan wordt je brein even geüpdate. krijg je een beetje spastische bewegingen. En dan kan je alles, hè. Dat is een sprookje. Ja. Maar zoiets dus. Dat is als je ziet wat het theater inhoudt. Je kan er eventjes spastisch bij worden. En in één keer begrijp je alles. De, de Tweede en Eerste Wereldoorlog, dat was de Tweede dertigjarige oorlog. Tegen het protestantisme. De, de Tweede Wereldoorlog. Himmler was een Jezuïet. Of Jezuïet getraind. Himmler hoorde erbij. De SS is georganiseerd. naar de gezagslijnen. van de Jezuïetenorden. Dit zijn geen grapjes. Dit is de waarheid. En dat is niet erg. Er is niets om je zorgen over te maken. Voor de levende dus. En voor de mensen die als dolle kippen zonder kop achter die Jezuïeten aanholen, Ja. Waar moet dat onder vallen? Jeugdzonde? Er is zo'n verhaal van A little Richard. A little Richard was die um, pianist en fruity, oh de fruity, oh de fruity, oh de de fruity, oh de fruity, allemaal fruit, allemaal fruit, allemaal fruit, allemaal fruit, allemaal fruit, allemaal fruit, lekker frieten, allemaal fruit, allemaal fruit, allemaal fruit, lekker frieten. Want het leven is uh, zoals een varken denkt, en dan eten we fruit. Dus die onder roeti. En Little Richard was een homoseksuele man. Die heeft berouw getoond op hoge leeftijd. Hij is stom verbaasd dat hij zoveel veroorzaakt heeft. Met onzin. Dat zijn de jezuïeten. Toe die vroedie, toe die Dat is het beeld wat ze ons uh, opleggen: van kijk. Ja, gewoon twee keer in de week lekker seks en zo. En dan ja, gewoon homoseks. En dan allemaal lekker seks, 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 seks. Dat is allemaal echt heel geil, man. Dat doen ze. En dan daarbij allemaal regels dat je, je mag wel of geen voorbehoedsmiddelen uh, gebruiken. Dat mag dan wel of dat mag niet. Ja, ja. Het punt blijft. Ik heb het over jezuïten en de homo's. Hè? Het punt blijft. dat wanneer jij een, een vrouw ontmoet. even tegen de mannen. Hè? jij ontmoet een vrouw. en je vindt haar bijzonder. Nou. Dat ga je eerst constateren. Dus daarvoor moet je een aantal vrouwen hebben gekend. En dan komt die ene en die vind jij, jij dus als man, bijzonder. En die laat je dan in jouw leven. Nou, dat proces. Is daar omdat je daar kinderen van krijgt, kan krijgen, mag krijgen, moet krijgen. En kinderen dat is dan uh, biologisch dan dat dan, uh, ja je kent het wel met z'n bolle buik. Hè? Kinderen krijgen dat is dat jij als man en vrouw samen, papa en mama, hè, kinderen hebt? Dat kunnen ook kinderen uit de buurt zijn. Het zijn jouw kinderen. In dezelfde zin dat bij de normale kinderen van uh, biologische ouders. Hè, dat die kinderen kinderen van God zijn. En net als de biologische ouders, zorg jij dan. Terwijl je bent niet, ja, je, je niet echt zelf kinderen, maar je, je bent nog steeds papa en mama voor kinderen. En je moest dus weten hoeveel kinderen er zijn, en die hebben er 36 levensjaren op zitten. En die zijn nog steeds heel kinderlijk. Dus Christus heeft gezegd: "Laat de kinderen tot mij komen." Nou, wij zijn overstelpt in deze wereld met kinderen. Bij de stoïcijnen was het een goed gebruik om van ouders te verlangen dat dat mormel gebeuren wat ze dan produceren. Dat dat zijn verantwoordelijkheden kent als het veertien is. Dus als je veertien bent, dan gelden voor jou de regels. En daar hou je je aan. En manifesteren AUB en niet lopen en janken langs de weg. Kortom, volwassen. Veertien jaar. En de Stoïcijnen die zeiden erbij van ja. En daarna na veertien jaar volwassenheid. dan weten we wat we, in, wat we voor vlees in de kuip hebben. Deugt het überhaupt? De Stoïcijnen waren strak. En daarmee niet slecht. Die Stoïcijnen, dat was. Want je had Socrates. En Socrates was een. Een soort Pim Fortuyn. was een homoseksuele man. En. Hij heeft niks opgeschreven. Hij had een hele grote mond. En de, het ding wat Socrates deed was dat hij ieder woord in twijfel trok. En woorden als heldhaftigheid, een moed. Wat is dat nou? Overal had hij een vraag bij. Dus elk begrip van de tegenstander. Dat werd gepareerd met een vraag over de inhoud van de, de frase. Heel leeg, eigenlijk. Vind je niet? En Socrates... Zijn minnaar was Algebiades... En er zijn verhalen opgetekend dat ze dan aanlagen bij een diner. En tijdens dat diner had Socrates een grote mond. En Algebiades die lachte daarnaast in zijn blote kont. Dat je even weet hoe je geschiedenis in elkaar zet. Dat was Socrates. Pim Fortuyn. Ja, ja. En dan wij met onze filosofie allemaal dwalen. Langs wat? Langs de gedachten van een homo? In de zin van. Want homo is eigenlijk Homo sapiens. Homo, dat zijn we allemaal. Uomo mens Iedereen is uomo mens En die homo's die noemen zichzelf dan mens. Zij zijn mens. Ik denk nee, dat ben ik net zo goed. Dat is irritant gedrag. Zij zijn geen mens. Omdat ze seks hebben met degene van hetzelfde geslacht. Dat maakt hun niet meer mens dan wij. Het woord mens komt ons allen toe. Homo. Sapiens. De eenheid die kan nadenken. Sapiens. Een beetje Latijn spreken. AUB. Kijk, als jij. Homo komt uit het Latijn. En je hebt Uomo, dat is Spaans. Eigenlijk is het Adam. Zucht. die mensen zijn geen Adam. Want Adam had Eva. En toen begon het gezeik. En wie is de schuld, is dat? Adam of Eva? Hé, hey, kom op, leg je kaart op tafel. Ja, dat is een donderpreek, ik, ik mag alles zeggen. Dus het woord homo, dat komt die groep niet toe. Maar ze zijn niet homo, ze zijn anders dan hetero, en dan ben je dus niet homo. Want anders was je, ja, maar ik ben uh, biseksueel, hè? Dan ben je transgender plus. Ja, ik dus niet. En als we dit op de spits gaan drijven, dan krijgen we echt een probleem. Ik hou helemaal niet van het zoenen met een mannen. Ik heb al moeite met het zoenen van een vrouw met een snor. Punt. Er is zo'n Amerikaanse prediker. Iets van Anderson of zo. En die gaat totaal uit zijn dak. Die gaat echt over de schreef. En die heeft het daadwerkelijk over. Uh, uh, ja, lelijke dingen. naar mensen die seks hebben met mensen van hetzelfde geslacht. John Anderson? Steven Anderson? naar een man. Ja, ik hou niet van mensen die een. Ja, bij de donderpreek tegen de kansel aan gaan trappen. Of met hun, hun vuist op de kansel gaan slaan als een trommel. Ik hou meer van de donderpreek die heel droog overkomt. En waarvan je denkt: ha 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 ha. Zie je wel, ik ben veel slimmer dan Perry. Dat is het mooiste natuurlijk. De uitdaging. Maar met mij niet beginnen over dat ik 50 cent moet doneren voor het redden van de homo's. Want dat woord komt hun niet toe. Het woord dat hun toekomt is het woord sodomiet. Punt. En is dat erg? Nou, uh, je hebt dat verhaal van lot. En zo komen we weg uit uh, Sodomietenland. Dus wij weten hoe wij weg moeten komen uit uh, een plek als uh, Sodom. Wij weten het. Wij volgen lot. En met die nakomelingen, dat komt wel goed. Daar heb je het over. Het gaat om het woord. Dat woord homo komt hun niet toe. Het zijn ze niet. Zij zijn afgescheiden. Zij hebben gezegd dat dat ze een keuze hebben gemaakt in het gaan hebben van seks. En dat gaan ze ons vertellen. Dan hebben zij een. Dan zijn ze idolaat. Ze overtreden het tweede gebod van Mozes. Zij hebben zich een beeld gevormd. van iets boven of onder deze aarde. En daar knielen ze voor. We, we, we. Dit is een donderpreek. Ik was op een maandagnacht hier in Arnhem, toen het nog wel uh, een beetje uitgaansgebied was. En allemaal gevaarlijke jongens. En, en ik werkte op maandag tot 12 uur s'nachts. 1 uur s'nachts. En die tent was open dan tot 2 uur s'nachts. Dus. Dan was ik uitgewerkt en dan langs mijn huis lopen, mijn Mac veilig opbergen. En dan, net als Bruce Springsteen, step into the night. Heerlijk. Ja, vind je het gek? Ik ben s morgens om zeven uur opgestaan. Ik heb ik weet niet wat gedaan. Ik heb doorgeprogrammeerd tot half één s'nachts. En nu is het time for daddy. Het ruikt lekker man die nachtlucht. En dan kom ik in zo'n nachttent en er zitten alleen maar kerels hè. En ik zeg tegen iemand naast mij van ja, niet echt sexy hier hè. En hij tegen mij van oh. Uh, ja, dit is onze avond. Het is hartstikke sexy. Je hebt ze hier voor het uitkiezen. Ja, ja, dacht ik. Ik laat maar even een pauze vallen. D dit, dit zuig ik niet uit mijn duim. Dit zijn mijn corsa kikovische herinneringen aan die maandagnacht. En die man die zei dat ook nog met een knipoog. En, uh, of uh, ben je bezig om uit de kast te komen en uh, wil je het een keer van de andere kant proberen? Nee, natuurlijk niet. Serieus, ik wall ervan. Ik heb toneel gespeeld. toen ik belangrijk vond. om die stance aan te nemen. en mij te laten aftrainen. door een strakke regisseur. En het was een puur masochistisch avontuur. En die regisseur, dat was een homoseksuele man. En die positioneerde mij... als een klont verder. Een uh, klont, klont... Een klont verf. Uh, door Rembrandt, zeg maar. Uh, of de appel of zo. Klaas, jij ja, gaat dat doen. Dat is een homoseksuele man. Dat is een sodomiet. En hij gaf mij een scène... Dat ik moest gaan tongen met die jongen die ook daar was. En ik was het paradepaardje. Dat wist ik ook wel. Want ik kon beter dansen dan al die andere fluitkastelen. Ik kon de yoga beter. Ik kon alles beter. Ik kwam daar om mezelf te laten modificeren. Want waar gaat het nou om, toneelspelen? Wat is de bottom line eigenlijk? Ik ben punk, snap je? Ik hou van weinig geld en de onmogelijkheid, die zoek ik op. Dat is mijn aard. Het is helemaal niet dat ik je daarvan in paniek moet raken. Dat is. En zeker nu niet. Ik ben hartstikke veilig. Ik zit keurig achter mijn overchipkaart. te bliep bliep naar mijn werk. Maak je over mij geen zorgen. Ik val niemand aan. En ik ben heel gevaarlijk. Dat weet ik. Dus ik pas op. En ik heb dus uh, lopen tongen met een man. Want ik ben heel gevaarlijk. Kom erop. En dan moeten ook de, de bewegingen vanuit de heup moeten erbij. Je moet helemaal willen tongen. En totaal overheen. En dan snap je er helemaal zo die... ah oh, oh, ja, en dan, oh, en dan drinken we de ja. Oh, Echt tongen. Op het toneel, hè? Dat is porno, hè? Ik heb het gedaan. Avond aan avond. En ik. Ja, moet je dat zeggen? Kijk, als je naar school gaat, dan moet je ook helemaal naar school fietsen en dat is geen pretje. Dus ik moest me er doorheen bijten. Het hoort erbij. Ik doe dat wel. Uiteindelijk ben ik nog veel verder gegaan. Ja, je moet mij wat laten doen. Ik weet in principe hoe het werkt en dan doen we dat toch. Kijk, dat is jouw leven ook. Eigenlijk ben jij zelf het duivelse konijntje. Je moet toch durven wat andere mensen niet durven. moet gevaarlijk leven, Je moet risico's nemen. Mensen die, ja, die lopen daarvoor weg en die kopen verzekeringen omdat ze geen risico willen lopen. Dat is fout, fout gedacht. En homoseksualiteit, er is een Onderzoek gedaan naar de levensduur van homoseksuele sodomieten. En, 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 seksueel beperkte, dat is het eigenlijk. En, 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 seksuele, die, mensen die aandacht nodig hebben vanwege hun seksualiteit. Want ze worden gediscrimineerd of whatever. Ze zijn zielig. En daar gaan wij de aandacht op vestigen. Op die mensen die een probleem hebben met hun seksualiteit. Ja, ja. En hoe komt het nou dat ik geen probleem heb met mijn seksualiteit en die mensen wel? Het lijkt me dat je moet gaan onderzoeken naar hoe het komt dat iemand als Perry Winkel... zo ontzettend gelukkig is met zijn meest geweldige seksleven... wat er maar te halen was in deze karige... Uitgedroogde wereld. Maar ik heb er nog wat van gemaakt. Vind ik. Huh? En nou niet meer. Nou zou ik het uh, gek vinden. En ik kijk terug op. Nou uh... oh, ja. En niet met mannen. Waarom? Dat, dat, dat vind ik gek. Dat vind ik heel raar. Dit. Ja, hoe moet je dat nou uitleggen? Uh, het is. Uh, met, met die gozeren. Uh, dat was een sportleraar. Ik hou niet van sport. Ik hou ook helemaal niet van die types die uh, kinderen lopen op opjutten om in touwen te klimmen. Want anders wordt de, de juffrouw kwaad. De sodomiet. Oh, viespeuk. En die hele beweging, dat moest, ik, ik moest over hem heen als een naakslak. Ik weet het ook wel. Ik, ik, ik weet hoe de trick is. Ik ben je naakslak. Het is een kwestie van mind, hè? Dat um, is mind over body. Ik ben aan het uh, toneel spelen, ja. En nu gaan we er even helemaal diep in. Dat wilde die regisseur. En terecht. Ik heb daar meegemaakt dat ik een scène moest spelen en dat dat meisje in tranen uitbarstte. Die trok het niet meer. Dat vond ik zo zielig. En ik heb toen haar omarmd en geknuffeld. En het punt is dat het ging om een hele kortbenige. Het tietjes en guitige oogjes. En zij had seks gehad met een van de medespelers. Of die was dus bezig met een seksueel avontuur uh, tijdens het toneelspelen. En dat hoorde ik later pas. Die was er eventjes niet bij. En ik raakte haar met geen vinger aan, hè. Nee, een toneelspeler, snap je? En dan gaan we hard. Ja. Want dat wil de regisseur zien. Ja, ik wil maar zeggen. En dan kwam die gozer. Met, ja, dan kwam die ongeschoren. En dat. Oh me, dan deed ik echt pijn aan mijn lippen. Hè? En toen een keer kwam hij nekjes geschoren. En toen dacht ik, ha, ah, eindelijk. Een beetje smooth. Dat je niet van die rauwe lippen hebt. Had die gozer, die giezel... Helemaal vol getemperd met oh, Oh, de kolonje. Uh, dat water uit Keulen. Gadvergedam, wat is dat smerigs, hè? Want dan krijg je dat binnen. Nee, daar zit ik op te wachten. Zulke smerige ervaringen. Tongen met mannen. En ik weet het, want ik heb het gedaan. En ik weet dat ik dat helemaal niet wil. Dus. Ja, en wat blijft er dan over? Nou, dat we ze zielig moeten vinden. En. Ja, ze hebben onderzoek gedaan naar de leeftijdsverwachting van dat soort mensen. En die schijnt 20 tot 30 jaar korter te zijn dan van ons. Daarmee bedoel ik degene die, net als ik, het helemaal niet doen. Tenzij je zo debiel bent als Perry Winkel en je doet het toch, maar dan is het in het kader van een toneelstuk. Waarin jij uiteindelijk uh, denkt dat je wat gedaan hebt. En meer dan uh, met zo'n uh, gymleraar, gadverdamme. Met witte sokken. Ik vind dat zo opzichtig gedrag, hè. Ja. De, de man. Die draagt geen witte sokken. De man draagt ook geen roze schoenen. Of schoenen met frutsels. De man heeft uh, textiel aan dat niet knelt, niet afzakt. En euh, euh, ja, bescherming biedt tegen wat dan ook. Euh, ik ga naar mijn werk en ik heb aan van die Duitse schoenen, van die, die uh, hobbit schoenen, en die brede wap uh, wap, Donald Duck dingen. En dan een goede kwaliteit. En de kleur is zwart. Ja, dat is mooi. Nou, mijn sokken die ik aan heb, die zijn grijs. Of ja, ook zoiets, een ondefinieerbare kleur. Zwart, blauw, donkerblauw. Doet er niet toe. Die zie je toch niet. Ik heb als onderbroek aan een. Ja, een stuk uh, lekker om uh, mijn billen zittend. Uh, ja, een soort joggingbroek. Broek? Broek? Dat is mijn onderbroek. Ja, ik heb een onderbroek aan natuurlijk. En daar overheen een ding van werkkleding.nl. Met een mooie riem. En die riem die is analoog. Dus niet digitaal. Ik hou niet van digitale riemen. Dan heb je zo een gaatje dit, gaatje dat. Ja, daar kan je extra gaatje bij maken. Ja, dat is allemaal een hoer. Een analoge riem, die, die, gaat op, die trek je aan. Ja, zo zie je die lekker. Klak. En die broek, die heeft de kleur zwart. En daar zitten meer dan zes zakken in je hebt altijd ruimte om wat in te stoppen of op te hangen. En ja, zo'n broek. Daar heb je alles in. Als ik aan het werk ga, dan doe ik mijn jas, gaat uit. En in mijn jas zitten mijn spullen. En dan gaan mijn sleutels, die gaan dus naar mijn werkbroek. Dan gaat mijn mobieltje naar mijn werkbroek. En wat nog meer? Nee, is dat zo'n beetje... En mijn portemonnee die zit in mijn uh, kontzak. Want dat voelt het lekkerste. Want dan weet ik altijd of ik hem bij me heb. Dan helpt mijn lichaam mij waar mijn portemonnee is. Als ik ergens ga zitten en mijn portemonnee is eruit, denk ik... Hé, hey, waar is mijn portemonnee? En in die werkbroek zit er nog zo'n uh, klepje overheen met klittenband. Kijk, dat is, een, uh, dat is de kleding van de man... En mijn werkgever is zo aardig geweest om ons bovenkleding te geven met het uh, logo. Dat is fijn. En die is zwart. En dat is fijn. Hij is zo kleed een man zich. En wil. Daar heb je dat eigenlijk mee gezegd. En als je dingen gaat doen met je kleren. Ja. Ja, hoe gek wil je het maken? Ik heb zo'n man gezien. bij een internetdiscussie. En. ja. Pas na een tijdje had ik in de gaten dat het een man was. Want die persoon had een jurk aan. En dat bedoel ik dus. Ik zou van mijn levensdagen niet in de rondte willen lopen in een jurk op hoge hakken met panties. Ik ben dus niet gek. Ik wil van die Duitse schoenen, van die flop-flop. Uh, dan sta je lekker uh, stabiel. Met een verwisselbare uh, zool erin, die binnenzool en die binnenzool moet je kunnen laten uh, reviseren. Want ik hou niet van alsmaar uh, kopen, kopen, kopen. Ik, ik koop een keer en dan ga ik onderhouden. Eko is mijn tussennaam. Mijn naam is man. Of Adam. Of dat is mijn god. Dus voor mij is schoenzel een uitgemaakte zaak. Net als een stofzuiger. Op mijn werk werk ik met een Aero 8. En dat is een stofzuiger. Die Aero 8, die kan ik uit elkaar klikken. En dan heb ik twee delen. En dat ene deel, het onderdeel, dat kan onder de kraan. Als je een groot probleem hebt, dan gaat de waterstraal erop. En dan is hij helemaal schoon. Ik heb hem laatst schoongemaakt met ontsmettingsmiddel en microvezeldoek. En in alle hoekjes. Kijk, er zitten veel hoekjes in en dat moet voor de stevigheid van de kast. Dus daar ontkom je niet aan. Ja, maar dan kan er niet een laagje bovenop. Dat maakt het alleen maar duur. Ons schoonmaken. En anders de waterstraal erop. Maak je hem één keer heel goed schoon. En voor de rest met je microvezeldoek. En dan is je stofzuiger helemaal schoon. En die bovenkant daar moet je voorzichtig mee zijn. Want daar zit dat elektrisch gebeuren. Die kan je niet onder de kraan houden. En daar is ook over nagedacht. Ook die kan je heel makkelijk helemaal schoonmaken. En dat wordt ons ook geleerd als schoonmaker dat wij de stofzuiger schoonmaken. Dat doen veel consumenten niet. Die nemen genoegen met een schone zak. Dat is niet goed. Jojo. Kijk, en zoiets hè, als het schoonmaken dat besef. Dat is het vrouwelijke. Dat zijn de dingen en die moeten periodiek gebeuren. En daarom denken: dat is het vrouwelijke. Daar is niks heldhaftigs in. Jij hebt elke week de stofzuigerzak vervangen. Dat is geen heldhaftige daad. Wel noodzakelijk. Dus iemand dient die rol te vervullen van het vrouwelijke. En het meest voor de hand liggende is dat die vrouwen dat doen. Maar dat hoeft niet. Ik ben een man en ik doe het ook. Dus daar is echt geen probleem mee. Dus wat is dan de grond om iemand die Zegt een vrouw te zijn in een mannenlichaam en die wil het met een man doen. En... Wat is de grond van die persoon om een probleem te zijn? Anders dan dat hij een, een probleem heeft met zijn omgeving. Want daar wordt op gegooid. Ze worden gediscrimineerd. En dat is zo erg. Waarom is dat erg? Het zijn mensen en die zijn anders. En er zijn mensen en die schrikken daarvan af. Ja. Wat is daar erg aan? Nou, maar dan moeten die andere mensen moeten wel hun poten thuis houden. Ja, en anders moet je maar terugslaan. Ik begrijp het probleem niet hoor. Ik weet dat hier op de brug in Arnhem, de Nelson Mandela-brug, daar zijn twee sodomieten die hand in hand aan het fietsen waren of zo. En die hebben klappen gekregen. Tja. En ze waren de hele avond uit geweest. Er was alcohol in het spel. Ja. Ja, 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 ja. En moet ik daar medelijden mee hebben? Waarom? De mensen met die levensstijl... die leven... Uh, gemeten in de jaren negentig van de vorige eeuw, 20 tot 30 jaar korter. Ze worden niet oud. Niet zo oud als wij. Tenminste, dat was uh, toen gemeten. En hoe is het nu? Is de levensverwachting van de gemiddelde sodomiet gestegen? Want ze hebben nu een vaccin tegen aids. Om oh, maar wat te noemen. Er was met die. We hebben het over homo's, hè? de Jezuïeten en de homo's. Hè? In de wandelgangen van de grote piramide van de Jezuïeten, de paus, de meuken. Daar heeft iemand gezegd, nou, dat hele HIV-verhaal, dat was bedoeld als een actie tegen sodomieten. We pakken de sodomieten. Dus wat die Scandinavische professor insinueerde en dat was dat het middel tegen aids dat dat aantoonbaar gevaarlijk was en dus mogelijk erger dan de kwaal oftewel het middel was bijzonder toxisch En iemand heeft gezegd, ja, ja maar dat maakt ook niet uit hoe ze het er gedrukt hebben. Het, het ging erom, we gaan even een stelletje van die sodomieten afslachten. Maar weg ermee. Well, thank you for the music. Dancing queen, oh, there only seventeen, oh yeah. La, la, la. Dat is een homo -legio. En dat ze die luiders... Dat zei één van die insiders. En waarom niet? Ja, als ze zelfs joden eraan jakkeren en zigoiners en... En waarom dan niet zo'n groep als de homoseksuele mannen? In Noord-Amerika. Een of ander blabla -bla verhaal. Van over weten al wat je hebt. Nou, hier heb je AZT. Nou, ze gingen bij bosjes. En nog steeds is het uh, levensverkortend hoor. Ik ken een man en die heeft uh, aids. En die krijgt uh, medicijnen tegen de hiv. En die slikt die heel trouw. Maar gaat hij oud worden? Het is toxisch. En. Die levensverkortende factor van de sodomiet, zijn levensgedrag, die in de jaren negentig 20 à 30 jaar was, dat is meer dan roken. Hè? Dat is veel gevaarlijker. Het is dus levensverkortender dan roken. En daarbij bovenop genomen dat heel veel sodomieten ook nog roken. Die lopen dubbel risico. Ja, dit zijn dingen om rekening mee te houden. In je overwegingen van jouw beschouwing van deze groep mensen. Die een zaak hebben: een issue. Met seks. Want daar hebben we het over. En meer niet. Er is een tijd geweest in mijn leven dat ik en mijn vrienden het leuk vonden om te vertellen hoe de seks was van gisteren of net of live footage. Hoe was het? En hoe ben jij dan klaargekomen? En waar was het? En hoe laat? En wat gebeurde er allemaal? Het was wel leuk. Het was ook uh, onthutsend. In de zin dat je dan ontdekt van. Oh, MGVD. Wat ben ik. Ja. Blij dat, dat ik het niet was. Wat een slechte seks zeg. Maar serieus hè? Al die opgebiechte verhalen van al die heterozen over dat seksgebeuren. Dat we allemaal gezien hadden dat uh, uh, hij en Katrina, dat was uh, wink wink, not, notch notch. Uh, maar wat is er nou gebeurd? Het is je vaste vriendin of wat ook. Hoe was de seks? Ja, het is heel treurig. Ja, meer kan ik er niet van zeggen. Onthutsend. Dat is een heel erg verhaal. Dat was dat die, die ene vriend van ons, die is overleden. God hebben zijn ziel. En. Uh, zijn vriendin. die vond het helemaal niks. En die had zoiets van. nou ja, je had. seks en zo. En. ja, je moet het weer. En. op een avond. was zij uh, aan het rommelen. En, uh, en hij was in haar kamer. en. En hij dacht van, oh, ik heb er eigenlijk wel zin in. En hij zei een beetje schoonmaken. En hij kijkt. Nou ja, je snapt het wel, hè? hij had er echt zin in. En hij begon over seks. En zij dus zei van, ja, ik wil eigenlijk tv kijken. Ik heb geen zin in seks, ik wil tv kijken. Nou, toen heeft hij ervoor gezorgd dat er een tv bij het bed kwam te staan. Nou, je bent student, je kan je tv overal neerzetten. Een beetje shora aan de kabels. TV bij het bed. En nou, zij zou dan tv kunnen kijken. En dan hij mocht dan seks hebben met haar. Als het niet echt gebeurd was. Hè, dan zou ik het niet doorbrieven. Nou, en hij heeft toen seks gehad met haar. En zei tegen ons dat het het meest. Een vruchteloze kwakje was wat hij ooit had geloost. Want zij was namelijk aan het tv kijken. En ze trok zich helemaal niks aan met dat wat er gebeurde met haar onderlichaam. Want ze was aan het tv kijken. Ja, er is dat mooie nummer van uh, de Beastie Boys. De, de Joden die het dan wel nog enigszins proberen om er wat van te maken. Dat die dan zongen van. Uh, uh, steek je lul in een aardappel. Ik heb het over homo's en de jezuïeten. Hoe ons die, die treurnis wordt opgewekt. Want die mensen hebben problemen met hun seksleven. en je moest eens kijken naar onze problemen met ons seksleven. Ik. Heb een vriend en zijn vrouw houdt ook helemaal niet van seks. Het zegt daar geen donder. Voor haar is het uh, een ja, zoals een vrouw is: koekjes bakken. De kleding strijken. Ja, verzorgd. Ja, dat is zo'n type. Die houdt helemaal niet van seks. En hij zei tegen mij, ja, soms dan speelt ze toneel. En dan denk ik dat ze dan op dat moment uh, toch een hele geile slet is. En dan kom ik klaar. En dan moet ze lachen. Want dan weet ze dat ze door toneel te spelen de neukpartij niet te lang maakt. En hij zegt dat hij dus weet dat zij het zo speelt. En het maakt hem niet uit. Ja, dat is ook een seksleven. Niet per se een seksleven waarvan ik zeg: van ja, daar heb ik echt zin in. En jij wel? Ik wil maar zeggen: uh, je lost het maar op met je seksleven. Die vriend van mij, die dus in principe een soort plastic pop aan het pompen is elke dag. En daar als een heigend hondje achteraan loopt, lijkt mij een soort uh, ja, een soort bondage. Gewoon heel zielig voor mijn vriend. Maar ja, als hij er gelukkig mee is. En het zegt hij. Ja, wie ben ik? Nou, ik ben dat hele gebeuren met seks voorbij. En ik weet heel goed wat ik kwijt ben geraakt. Namelijk helemaal niks. Ik heb er niks aan verloren. En seks voor jou als mens, ja, je hebt van die uh, maloten zoals ik die heel sexy kunnen denken. En, en ik heb een seksleven gehad. En ik weet precies wat ik aan het doen was op die dagen, in die dagen, op dat moment. Een soort hunkering, ja nou echt. Een soort vlucht in Hoe moet je dat zeggen? Het is heel organisch seks. En het hoort van nature bij man en vrouw. En twee mannen die kunnen, uh, dan kan de ene man gaan als het ware gaan spelen. Wat een vrouw zou doen, want dat kan een man. En dan doen ze het wel onderling. En die insteek. die bevalt mij niet. Dat vind ik niet per se goed. Kijk, dat je die lekkere seks niet kan hebben met een vrouw. Ja, welkom bij de club. Waarom je toevlucht zoeken in wat anders? Je kan ook zeggen, nou dit is seks, en uh, ja, nou ik doe het af en toe. Je reduceert het qua belangrijkheid in jouw aandacht spannen. En dat is moeilijk. Het vrouwelijk schoon, het oog, voor jou als man dus, hè? Het, het leidt heel erg af. Aan de andere kant, als je het in de gaten hebt, dan weet je wanneer je lichaam opspeelt. En wist je dat van tevoren al. En heb je je lichaam, je mind onder controle. Dus als het ware wanneer je oog gevangen wordt door de, uh, de seksuele. Bla 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 van een, een beeld. Hè? Dan zakt er als het ware een, een schemer over je blik. Dus een stuk van het spectrum wat binnenkomt wordt uh, ja, heel lichamelijk. En jij moet weten dat je dus. Uh, ja, als je weet dat je door een zonnebril kijkt, dan kan je nog steeds alles zien. Heb je mij goed begrepen? Het zijn dingen dat jij begrijpt dat je je seks komt van die noodzakelijkheid van seks. Dat dat zo moest zijn. Het kon niet anders. En is dat een probleem voor mensen? Ja. Ze, het is voor de mens zijn opdracht: om te snappen dat er een onderscheid is tussen jouw gedachten. Die gelijk zijn de wil van God. Dus jouw wil, jouw eigen wil. Is gelijk de wil van God. Dus jij wil alleen maar dat wat God wil, en meer niet. Het enige wat jij wil is dat je, dat je niet een, een stomme vergissing maakt, die jou de kop kost. Je, je leeft in angst en beven. En ziet erop toe dat jouw wil gelijk is de wil van God, want er is geen vrije wil. Die hebben we opgegeven met de gelofte aan Christus. Vrije wil, no go. Oordelen over een ander, no go. Dat zijn dingen die hebben we achter ons gelaten. En als iemand ons vertelt dat hij een probleem heeft met iets met seks, dan hebben wij medelijden. En dat medelijden dat tonen wij zelf. En nee, wij gaan niet formeel gesproken op giro 555 geld storten en denken dat we daarmee medelijden Toonen aan deze mensen met een probleem op seksueel gebied. Als jij die mensen, als je daar medeleven mee wil hebben, toon dat dan. Ga naast ze wonen. Word hun buren. Ga samen barbecueën. Doe het dan. Maar dat werkt niet in de regel. En wie zijn schuld is dat? Ik weet het niet hoor. Ik weet nog. Dat ik aan het rommelen was met een sleutel om de deur open te doen naar het tuinpad, waar ik dan mijn fiets kon parkeren. En ik zat te hanen en ik buk mij met die sleutel en mijn fiets. En allemaal mijn rotzooi, mijn rugzak en mijn meuk. Dus ik buk mij en kijk ook naar die sleuteldingers. En dan loopt mij een man voorbij. En die zegt in het voorbijgaan tegen mij: "Lekker kontje." Dat is een sodomiet. Punt. Ik was toen 43. En ja, ik heb een lenig lichaam. Ja. Ik heb toen ik vijftig was, nog als het ware, een prijs gekregen voor dansen. Nou, ja, ik kan bewegen. En kennelijk heb ik dus uh, goede bilspieren. Ja, zoiets zei mijn huisarts ook al. Toen hij even voelde van oh, oh jij bent wel uh, lenig. En zo iemand zegt dan lekker kontje. Het lijkt Ruud Lubbers wel tegen die secretaresses van hem. Dat is een sodomiet. En is zo iemand zielig? Uh, nee, uh, zo iemand is op dat moment irritant. Ik zit niet te wachten op zo'n opmerking op een dinsdagmiddag om kwart over vijf als ik nog naar binnen moet en daar pasta moet gaan koken en dan wip en dan moeten mijn dochter opgehaald worden van de buren en dan, en wip, en dan komt die moeder thuis en, en de, de poezen moeten nog eten en dan zo'n opmerking dat ik een lekker kontje heb, zo. misplaatst gedrag van mensen. Die een probleem hebben met seks. Nou, kom jij maar op met jouw en nou, Ga er maar mee aan de slag. Ga zo iemand maar uitleggen dat hij niet, als hij over straat loopt. tegen iemand zoals Perry Winkel moet zeggen in het voorbijgaan. dat hij een lekker kontje heeft en dat het baba foeifoei foei is. Ik geef jou de mooie taak. Zo. Kom erop met je medelijden. Met die homo's. En ze komen van de Jezuwieten. Als er een mythe is die waar zal blijken te zijn, is dat die jongetjes die Jezuïten worden met SJ achter hun naam... Hè? dat die hun Krishnamurti-diploma uh, uh, hebben gehaald. Maar met Jiddu Krishnamurti hebben ze dat ook gedaan. Nou, daar gaan we het ook nog even over hebben... over de Jezuïten en Jiddu Krishnamurti. Zo. Dat is een donderpreek. Dat is interessant, man. Een lekker kopje thee ga ik even maken. Het is vrijdag het hele weekend staat voor de deur te trappelen. <laughs> en dan volgende week is het Pinkster Maandag hoef ik ook niet te werken. Ik zei nog tegen mijn baas. Ja, op deze manier, hè? dan raak ik zo gewend aan al die vrije tijd. Hoe moet ik dan weer in de tretmolen komen? Ik maak me nu al zorgen, baas. En hij tegen mij: Ja, ik ook. <laughs> We werken allebei voor de poen. hè? En jullie ook. Ja, leuk hè. Die is weer